Welkom bij onze sobere certificaatuitreiking. Sober vanwege de COVID-situatie in het land. Sober vanwege de hoge aantal besmettingen waarbij ook een aantal geslaagden niet aanwezig kunnen zijn. Maar we willen toch wel aandacht geven aan deze groep, omdat jullie de eerste groep zijn die de brood- en banketopleiding niveau 1 hebben gevolgd. Vanuit deze plaats gefeliciteerd, omdat jullie de eerste groep zijn en ten tweede dat jullie vandaag je certificaat in ontvangst mogen nemen. Deze opleiding is de laatste die wij, of meest recente die wij hebben ontwikkeld onder de twinningsfaciliteiten met Nederland en samen met het ROC van Amsterdam. Onder dit project hebben we de koks niveau 3 ontwikkeld en bakkers niveau 1, 2, 3. Het is een twinningsfaciliteit. De kosten voor lesmateriaal, het curriculum, het opleiden van de docenten, dat is ook door het project begostigd. Het gaat nog door. Verder hebben wij ook samenwerking met Bakkerij Fernandes, hebben we het curriculum getoetst. Ook met de trainer, mevrouw Matroos, die zeker een 20 jaar bij Toradica de banketafdeling of de pastryafdeling heeft gedraaid. Zeelandia in Nederland, die heeft ook alle medewerking toegezegd om ons te voorzien van ingrediënten. Dus daar is er ook een samenwerking. En de vraag die ook vanmorgen is gesteld is, is je certificaat of je diploma straks erkend? Nou, wij werken met internationale standaarden. Wij hebben met Nederland alles ontwikkeld. Wij werken met de CARICOM-standaarden, de CVQ's. En overal waar u zult gaan, zult u kunnen aangeven van dit heb ik geleerd, dit kan ik en dit kan ik niet. Iedereen zal weten wat u kunt doen en wat u niet kunt doen. We zijn heel blij met deze groep. We hopen dat u doorgaat met niveau 2, want daar begint het echte proces. Nogmaals, gefeliciteerd en ik kijk uit naar uw verdere participatie. Dank u wel.